Het lijstje is lang. Het komt omdat wij bezig zijn met na te denken over een groot onderzoek. Dat gaat over de arbeidsverhouding in Nederland in de laatste 40 jaar. Ons onderzoeksgroep doet onderzoek naar arbeidsverhouding op een hele lange termijn, 500 jaar. Over heel de wereld, zeg maar. Kijken hoe arbeidsverhoudingen opkomen, ondergaan, wat voor verschillen er zijn. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk betrekkelijk weinig weten op wetenschappelijk niveau van hoe het precies in Nederland in die laatste 40 jaar is gegaan. Zeker als je inderdaad, we hebben het vandaag voorbij zien komen, een aantal grote maatschappelijke trends als globalisering, als platformisering, als flexibilisering. Dat zijn eigenlijk mondiale trends die op ons afkomen. En het zou zo heel interessant zijn om nou echt dus heel goed uit te zoeken in een groot onderzoeksproject van wat voor invloed heeft dat nou gehad op concreet op de werkvloer, op die arbeidsverhoudingen. Nou, een heleboel elementen zijn daar vanmiddag al van ons gekomen. Wat willen wij? En daarvoor hebben wij natuurlijk een heleboel archiefmateriaal in huis. We hebben het FNV, we hebben het CNV, we hebben een heleboel vakbonden. Het VNO-NCW heeft ook een archief, dat ligt weliswaar niet hier, maar in Den Haag, bij het Rijksarchief. Bij het VNO zelf hebben we het archief van de ANWV, de werkgeversvereniging. Maar we hebben op dit moment ook een aantal mensen die het allemaal zelf meegemaakt hebben. Die zijn al wat ouder aan het worden, een beetje ja, in de 70. En we willen heel graag van die mensen weten. Ze interviewen voor ze dood zijn. Daar komt het op neer. Kortom, we willen die mensen graag aan de tand voelen hoe dat nou gegaan is. Dat hebben we inderdaad met Wim Kok en met Lodewijk de Waag gegaan. Dat willen we ook met andere werknemers, voorzitters doen en andere mensen uit de vakbonden die daar een rol in hebben gespeeld. Maar wij zouden het ook heel graag met de werkgevers willen doen. Met de werkgeversvoorzitters, het is natuurlijk geen goede zaak als je maar één kant van de zaak uitgelicht. We hebben daar vanmiddag met wat mensen uit de werkgevers weer over zitten praten. Ja. En dat gaat dan weer in die vorm van oral history. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, dat er zijn bepaalde dingen die je niet vastlegt, die je niet in een archief vindt, die je niet in de notulen van een vergadering vindt. Dat zijn dingen van hoe voelde het eigenlijk toen je daar zat, waar ging het over, wat is er in die wandelgangen gebeurd. Kortom, de fijnere nuances, om het zo te zeggen. En ja, het voordeel van geschiedenis van de laatste tientallen jaren is dat de mensen die het hebben meegemaakt er nog zijn. En daar moeten we gebruik van maken. En snel. En snel, ja. Ik begrijp dat u ook nog wat wil uitreiken. Het kan morgen te laat zijn. Er is nog iets uit te rijden. Ik heb net een rij. Lodewijk, we hebben met Wim Kok ook gedaan. Het leuke is, dit is een cartoon. Het is de grote versie staat daar, dus daar kunnen jullie het beter zien. Je kent hem, kleptocratie, daar gaat het om. Als jullie gaan graaien, graaien we mee, uit solidariteit. Zou ik hem vasthouden? Jij staat er nu op. Hans Blanker volgens mij. Nou kijk, het feest der herkenning. Ja. Nou ja, het interessante van die cartoon is dat in die tijd, in de jaren 70 en 80, stonden er bijna dagelijks in de kranten, stonden er cartoons waar werkgevers en werknemers voorzitters op waren afgebeeld, zeg maar. En dat is in de jaren 90 zo langzamerhand minder geworden. En eigenlijk zie je tegenwoordig nooit meer een cartoon of een tekening in de krant waar een vakbondsleider voorkomt. Nou, dat zegt misschien iets. Daarom, Lodewijk, een van de laatste cartoons over de vakbeweging wil ik hier graag aan jou aanbieden.